Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Niels en ik hebben hier gepoetst de boel. Alles is weer netjes. Ik ben vanochtend boodschappen geweest doen. En nu zijn de kinderen daar aan het spelen. Lekker laten doen. Jordi zit hier ook in zijn eigen wereldje. Tada! Oh, hij doet het gewoon niet goed. Straks komen mijn ouders op visite. En dan eten ze hier ook mee. Kom, Joef, aan de kant. En ja, ik ga zo dadelijk even douchen. Want even het zweet van mijn reet af wassen. Kindje lekker aan het spelen. Nee, je komt niet in beeld. En dan loopt hier iemand in zijn blote kont. En dan ga ik niet in beeld brengen. Sam die heeft nog wel kleding aan. Want Sam wil gewoon zijn kleding aan. Maar Liam wil dus alleen in zijn blote kont lopen. Prima. Mag. Je zit in de achtertuin. Het zal. Dan weet ik ook dat er hier in de buurt gewoon geen rare mensen wonen. Dus vind ik dat allemaal niet zo'n probleem. Dus ik laat hem lekker. Laat hem lekker zijn vrijheid hebben. En we zijn nu ook bezig om hem op het potje. We hebben het potje neergezet, alles. Dus dat. Mijn ouders zijn nog niet onderweg. Maar ik heb wel lekker even net gedoucht. Moest heel eventjes. Ik had de reuzel tussen mijn bilnaad. En ja, ze zijn verder gewoon lekker aan het spelen. Dus ja, ik vind het helemaal prima. Maar dat ga ik nu dus niet filmen, want ik heb een bloot kind rondlopen en dat ga ik niet op film zetten. Dat. Joef ligt ook heerlijk in het zonnetje. Die ga ik wel filmen. Joefie ligt lekker buiten. Ligt lekker heerlijk. Lekker te genieten. En dan heb je ook nog Jordi. Die zit lekker in zijn eigen wereldje. Maar zijn tablet is uitgevallen. En dan moet je spelen. Oh god, wat een straf. Een broodje. Ook al is het zaterdag, we doen toch lekker ontbijten, hè papa? Mm-hmm. Even nog buiten. Die ga ik wel naar binnen nemen. Mijn wafels zijn nog steeds lekker. Ik heb gisteren ook voor mijn opa meegegeven en voor mijn ouders. Niels is nu eventjes naar zijn moeder toe. Het is natuurlijk morgen moederdag. En Niels die is samen met Liam en Sam naar zijn moeder toe. Jordi blijft thuis met mij. Hij heeft ook wat buikpijn. Ik heb ook wat buikpijn. Maandelijkse dingetjes. En ik heb het gewoon op dit moment zo druk gehad. Ik ben gewoon moe. Ik ben op. En Niels zei ook van blijf gewoon thuis met Jordi. Jordi vindt het ook gewoon niks aan. Bij zijn oma. En dat heeft niks met oma zelf te maken. Er is gewoon, hij heeft daar niet de rust in haar huis. En dat is ook helemaal niet erg. Want soms moet hij wel. Maar over het algemeen gedijt hij gewoon beter thuis. En ja, vandaar dat we gewoon thuis zijn. Hij heeft natuurlijk ook gewoon aankomende week weer een volle week school. En ja, we zijn met die schildkliermedicatie nu bezig. Je merkt daar ook wel wat van dat hij toch iets vermoeider is. En dat heeft niks te maken met over het algemeen. Maar zijn lichaam moet nu anders gaan functioneren. En daar reageert je lichaam gewoon op. Dus we houden dat allemaal een beetje rustig. Ik ga nu eventjes relaxen en mijn was verder doen. Want daar ben ik eigenlijk gewoon mee bij. Ik ben mijn bed aan het doen. En nou ja, hè, dat. Ja, en dan zien jullie mij in het donker. Het is inmiddels bijna 10:30. En wij gaan lekker iets op tv kijken. We hebben de boel opgeruimd, netjes gemaakt, et cetera. Ik heb wat lekkers op tafel staan. Je ziet er vrij weinig van, maar hey, dit is wat erop staat. En ja, ik heb vandaag eigenlijk helemaal geen behoefte gehad om te filmen. En die dagen heb je ook wel eens. Maar we gaan lekker even bank hangen. En morgen is moederdag. Dag.
Een hele goede morgen. Ik heb vanochtend allemaal moederdag cadeautjes gekregen. En ik heb van Liam deze spiegel gekregen. Ik heb niet gefilmd dat ik het heb uitgepakt. Ik heb een spiegel gekregen met een tekstje erbij. Spiegeltje, spiegeltje in mijn hand. Mijn mama is het mooiste van het land. Dat is toch schattig. En van Sam heb ik ook een spiegeltje gehad. Met dezelfde tekst. En zit op dezelfde kinderdagverblijf. Dus ik vind het een leuk cadeau. Dan heb ik... Met mijn verjaardag had ik niks gehad van Liam. Want ze dachten dat ik op een andere datum weer erg was. Dus ik had ook nog deze gekregen. En ik heb van Jordi... Heb ik een placemat gehad. Met zijn hand erop. En als tekst erbij... Lieve mama, geel... Rood, groen. Je krijgt een mooie bloem. Rood, geel, blauw, omdat ik van je hou. Groen, blauw, geel, zo dat zijn er veel. Rood, geel, groen. En van mij krijg je een dikke zoen. Ik, Jordi. Ook schattig. Dan heb ik nog een kaart gehad vanuit de kinderen. Lieve mama, wij houden van jou. Zonder jou zijn we nergens. Dikke kussen. Deze kaart is een tegoed voor een bom. Voor gaatjes in je oren plus oorbellen. Ik wil aan allebei mijn oren wil ik een tweede gaatje al heel lang. En Sam zegt thank you mommy. En Liam zegt mama. En Jordi zegt boe. Dus dat heb ik gekregen met armbandjes. Deze had ik bij de kruidvat. Toen ik spulletjes daar kocht. Ik had ook al heel lang een ketting die niet zo lang was. Die zat hier. Dus die heb ik ook gekocht zonder hangertje, zonder bedeltje. Maar dan kan ik wel weer bedeltjes gebruiken die ik heb. Dus dat is wat ik voor moederdag heb gehad. Is toch heel erg schattig. Maar ik ben nu ontbijt aan het maken voor de kinderen. Dat was ook mijn moederdag gebeuren. Voor de rest is het gewoon een zondag. Dus ik ga daar het kindje laten ontbijten en ik ga boven poetsen. We kunnen niet zoveel filmen. Nee, want het is hier naturistencamping. Ja, dat. Dus we hebben heel weinig gefilmd. Ik heb boven dan gepoetst. Ik heb boodschapjes gedaan. En het is hier eigenlijk gewoon een blote billen... Party. Ja, dat. Dus nog maar net dat Niels niet zo rondloopt. Want zo loopt natuurlijk het liefst rond, hè. Nee, ik mag niet van man. Nee, laten we dat maar niet doen. Je ziet de hele wijk wat voor dikke reet hij heeft. Dus ja, dat. Niels loopt in de blote kont. Ja, dat. En Jordi loopt ook niet in zijn blote kont. Dat is niet te doen. Maar goed. In ieder geval, het is je echt blote billenfeest. En als ik nou zeg tegen Liam blote billen, wat is hij dan? Zijn kont slaan. Liam! Liam! Blote billen? Blote billen! Hij doet het gewoon weer. Ja, lekker blote billen! Het blote billenfeest is ten einde. Joef ligt hier. Hey Joefie. Maar goed. De kindjes liggen te slapen. Geen onze hele tijd aan te kijken. We hebben publiek. Tuut. Tuut. Maar het blote billenfeest is ten einde. Kindjes zijn schoon en in bed. En morgen gaat jullie weer naar school. Ja. Dus begint de week weer opnieuw. Maar wij gaan zo douchen en naar bed. Dus dat betekent dat deze vlog ten einde is. Yes. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.